Dat een kind met mazelen heel ziek kan worden, weet Nicole Gommers. Haar zoon Misha krijgt enkele jaren geleden het virus als hij 8 maanden oud is en nog te jong om ingeënt te zijn. Misha had een dubbele longontsteking met ernstig verloop. Gaandeweg werd het slechter met hem en was er een verdenking van een ontsteking van het hartje. En het is heel spannend geweest of hij het zou gaan halen. Mazelen begint met koorts, snotteren en hoesten. Daarna komen de vlekjes. En hoewel het vreselijk besmettelijk is, maakt de GGD Haaglanden zich geen enorme zorgen. De meeste mensen zijn allemaal gevaccineerd. En als het vaccinatiepercentage heel hoog is, dus rond de 95%, dan heeft het virus eigenlijk nauwelijks kans om zich te verspreiden. Alleen als die een aantal mensen tegenkomt die vatbaar zijn, dan kan die zich toch verspreiden. En dat geldt onder meer voor kinderen tot 14 maanden, want dan pas worden ze ingeënt tegen de mazelen. Baby's op kinderdagverblijven kunnen dus besmet worden door oudere kinderen die bewust niet meedoen aan het vaccinatieprogramma. Crèches mogen deze kinderen niet weigeren. Ik vind dat kinderdagverblijven zouden moeten kunnen selecteren aan de poort. Dat betekent dat je simpelweg naar papieren vraagt en dat je zegt, ouders, jullie willen niet vaccineren. Jammer, maar daar zit een consequentie aan. Dan is uw kind hier niet welkom. Want wij hebben hier jonge baby's en het recht van die jonge kinderen op gezond leven gaat in mijn optiek toch echt boven het recht van anderen om niet te vaccineren. Dat vindt D66 ook. De partij heeft oktober vorig jaar al een wetsvoorstel ingediend om zo'n weigering mogelijk te maken. De Haagse mazelenuitbraak is voor de partij aanleiding haast te maken met het voorstel. En die wet die leg ik nu vandaag hier in de Tweede Kamer neer. En ik doe dus ook een beroep op mijn collega's. Laten we dit zo snel mogelijk in de Tweede Kamer bespreken. Want we kunnen echt niet langer wachten. Het was al steeds een gevaar dat mazelen ergens op een kinderdagverblijf in Nederland zou uitbreken. En nu is dat inderdaad gebeurd. Ik vind dat buitengewoon ernstig. En we moeten nu snel handelen als politiek.